Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een shoplog voor jullie. Het is een shoplog van drie verschillende winkels, namelijk Kruidvat, Vibra en The Action. En ik ga jullie laten zien wat ik heb gekocht. Ik ga de prijzen van de producten even in beeld neerzetten, zodat dat wat overzichtelijker is. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spullen die ik heb gekocht, kijk dan zeker even gezellig mee met deze video. Ik ga even buiten Kruidvat en daar kocht ik... Allereerst deze leuke cupcakes. Het zijn cupcakejes voor in de kerstboom. Ik ga de kerstboom deze week opzetten. En daar heb ik cupcakejes voor gehaald. Ik ben alleen vergeten om hangertjes te kopen voor de kerstballen. Zit ik nu te bedenken. Maar goed. Zijn deze hele leuke cupcakes die in de kerstboom kunnen. Ik hou niet zo van cupcakes, maar ze zijn wel roze. En ze hebben decoratie. Dus superleuk. Dan haalde ik eventjes een reinigingsgel. Ik gebruik deze altijd onder de douche om mijn gezicht extra te reinigen als ik mijn make-up heb verwijderd. Werkt heel fijn en die van mij die was alweer bijna op. Deze is voor de normale en de gemengde huid. Voor mij werkt dit heel erg goed. Dan heb ik ook eventjes een nachtcreme gekocht. Deze is ook voor de gedroogde en de gevoelige huid. Normaal kocht ik mijn nachtcreme bij de Hema, maar ik had laatst een keer dagcreme gekocht bij het Kruid, want die beviel eigenlijk goed. Toen dacht ik van nou, ik kan die dan de nachtcreme versie ook wel eens proberen. En het scheelde ook nog weer een paar, ja, volgens mij ruim 50 cent of zo met de Hema. Dus ik heb hem nu van het Kruidvat. Dan mochten mijn zusje en ik een lakje uitzoeken van mijn moeder, een nagellakje. En ik heb deze van Essence genomen. Dit is de Gel Nail Polish in de kleur 101 Crush the Party. En ik had al een gouden met glitters en nu heb ik ook een zilveren met glitters. Dus super leuk. En zelf kocht ik even een, ook van de Gel Nail Polish, een blanke nagellak. Want die van mij, die was bijna op. Heeft deze ook nog een naam, 01 Absolute Pure. Ik gebruik deze vaak als topcoat. Dus even deze nagellak van de Kruidvat. Bij de Vibra kocht ik voornamelijk decoratie... voor de kerstboom. Allereerst heb ik goud. Ja, ik weet niet hoe je dit noemt. Het is een ketting. Een gouden ketting. Ik heb achteraf de verkeerde kleur gehad. Want ik had zilver met roze. En nu heb ik dus goud erbij gekocht. Maar op zich is dat niet heel erg een probleem. Dus deze in het goud. En die kocht ik ook nog in het roze erbij. Want ik heb nu een grotere kerstboom. En de spullen die ik had, die waren niet genoeg om ook nog... in deze kerstboom te gaan doen. Want vorig jaar een kleinere kerstboom had. Deze is roze. Dan ga ik eerst even deze slingers laten zien. Want die vinden de katten heel erg leuk. Een gouden slinger. Superleuk. 270 centimeter. Dus die gaat gelijk even terug in de tas. Want anders gaat die kat hem al kapot bijten. En die heb ik dan ook in het roze. Ja, paarsachtig eigenlijk. Dan heb ik kerstballen gekocht. En dit zijn wel hele bijzondere. Er zitten dus echt absoluut geen haakjes bij. Chips. Lekker slim dit. Het zijn roze ballen. Echt hele leuke balletjes. Ik vind echt dat ze hele leuke spullen hebben bij het Kruidvat. Echt heel erg bij het Kruidvat, bij de Vibra. Hele leuke ballen. Echt super leuk. Deze in het roze. Dan heb ik ook gouden ballen gekocht. Met ook een beetje doorzichtig. En ja, goud embleem. Deze hebben dan al wel weer touwtjes. Dat is wel weer handig. Dan diezelfde set die ik net in het roze had. Heb ik dan ook in het goud. Met ook wederom geen haakjes. Dat is ook wel heel erg leuk. Ze hebben echt hele mooie kerstspullen. Als je echt kerstspullen zoekt, kun je echt heel goed bij de Vibra slagen. En deze zijn goud met roze. En deze vind ik ook wel heel erg leuk. Zoals deze ook. Echt heel erg leuk vormgegeven. Echt hele leuke ballen. Dan heb ik ook nog clipjes voor in de kerstboom. Dat zijn vogeltjes. Ik heb ze in het goud, want ik wilde eigenlijk wel de roze. Maar die waren al heel erg vies. Dus toen heb ik goud genomen. Die kun je gewoon op je boom klippen. Een plusje kerstboompje voor in de boom. Uiteraard roze. Ja, ik moet een kerstboompje voorstellen. Dat is ook heel leuk. En ik heb een nieuwe piek gekocht.
Ik had een piek, maar die was niet heel erg goed meer. En ik vind deze piek eigenlijk heel erg leuk, zo'n ster. Dus dat vind ik ook wel leuk. Ook goud met roze, dus wel echt een hele leuke combinatie, zeg maar. En dan heb ik nog een klein decoratie plantje gekocht voor foto's maken voor mijn blog. Deze was ook bij de Vibra's, die vond ik ook wel super leuk. Dan door naar de spullen van de Action. En daar heb ik een kleed gekocht voor onder de kerstboom. Ik vind het altijd wel heel erg leuk. En deze heeft rendiertjes. Ik weet nog niet precies hoe dit neerlegt. Maar als het goed is, werk je dan ook een beetje de poot, zeg maar, weg. Dus dat is wel super leuk. Hij is ook best wel groot. Dus echt wel een hele leuke, ja, leuke kerstkleed. Dan kocht ik ook een fotolijstje. Ik heb deze ook in een andere variant. En ik vind deze super leuk. Deze kun je ook neerzetten. Misschien leuk om hier nog een quote in te doen. Als die nog past. En dan ga ik even kijken of ik hem ga hangen of neerzetten. Maar hier zitten dus ook lichtjes in. En ik heb die andere ook in het rood. Dus ik vond het leuk om deze ook in het rood te nemen. Dan heb ik kerstlichtjes gekocht. En dit zijn er 360. Dit waren de enige lichtjes die ze nog hadden. Want ik was best wel een beetje aan de late kant. Maar... ze hadden alleen nog maar gekleurde lichtjes. Dit waren de enige lichtjes die ze nog hadden. Dus die gewoon helder zijn. Deze. Mijn zusje had deze vastgehouden. Want hij werd al uit haar handen gekeken. Dus toen heb ik hem toch meegenomen. Ik vond ze nog best wel duur trouwens voor de Action. Maar ja, ik kwam er pas achter bij de kassa. Want de prijs stond er niet zo duidelijk bij. Dus dat. Dan heb ik ook eventjes weer de trekbandzakken met lavendelgeur gehaald. Die koop ik altijd bij de Action, omdat ik die gewoon heel fijn vind voor de kattenbak. Dan heb ik eventjes een navulling voor servetten. Ik had zelf geen servettenhouder. Die heb ik ook gekocht, die wil ik zo laten zien. En nu ik bij de Action was, dacht ik, nou misschien is het handig om gewoon gelijk een navulling mee te nemen. En ze hadden er ook nog maar twee, mijn moeder had erin nodig. Nou, toen zei ik van, nou, ik wil er eigenlijk ook wel één. Toen heeft mijn zusje nog één zo'n ding gevonden, dus dat was ook wel super handig. Ik kom natuurlijk niet vaak bij de Action, dus dan is het wel handig om alvast daar een voorraadje van te hebben. Dan heb ik een heel leuk jurkje gekocht. En deze heeft een, ik kan het wel eventjes een beetje laten zien, een heel lekker stofje. Mijn zusje heeft een jurkje ook gekocht en die had een S'je gekocht en die zei, ja, hij zit best wel groot. Dus ik zei, nou, ik ga het wel proberen. Ik heb dus wel een S'je genomen. Hij heeft wel een soort driekwart mouwtje en je had deze in verschillende kleuren. Het is een soort velvet stofje eigenlijk. Zilver heb ik gezien, of grijs, hoe je dat eigenlijk wil noemen. Ik heb een blauwe gezien en volgens mij zwart. Volgens mij waren dat de enige kleuren en ik vond deze al een tijdje leuk. Het is ook gewoon leuk met kerst, maar ook gewoon... Voor gewoon kan dit prima. Dus dit leuke jurkje. Dan heb ik een kerstster. En ik was heel erg blij. Want ik was eigenlijk gewoon te laat met kerstspullen kopen. Heel veel was al op. Ja, logisch. Want iedereen... Ja, de kerstspullen bij de Action liggen volgens mij in augustus al in de schappen. Dus het is niet zo gek dat het heel snel gaat. Maar ik heb dus een ster gekocht. Ik wilde heel graag een ster voor mijn raam. En dit is dus een... Ja, leuke kerstster. Je had hem in verschillende figuren. Ze hadden ook een kerstboompje, zie ik hier staan. Ja, een kerstboom of een ster. Ik heb dus een ster. Het is een rode ster. Ik weet dat ze hem ook in doorzichtig hadden, maar die vond ik niet. Dus ik heb de rode genomen. Het is een ster van Grundig. Dus dat is op zich wel heel erg goed. Er zitten 100 lichtjes ongeveer in. Het werkt gewoon een stuk contact. Ik moet alleen even kijken hoe ik deze nu ga ophangen. Want ik had iets bedacht, maar ik weet het niet of dat... gaat werken. Dus daar moet ik nog even naar kijken. Maar ik vind het echt wel een hele leuke ster. En als je mijn vlogs volgt, zul je hem ook zeker nog wel gaan zien als ik het ga bevestigen en zo. Dan had ik van mijn moeder even deze shampoo gekregen. Komt ook bij de Action vandaan. Dit is een ja, baby shampoo. Die gebruik ik altijd om mijn kwasten te wassen. En die van mij die was bijna op. Dus ik dacht, ik moet echt weer eventjes baby shampoo halen. En deze is gewoon prima om je make-up kwasten mee te wassen. Dan heb ik nog deze hele leuke kalender gekocht. Die kun je neerzetten als het goed is. En die kun je dus omklappen. Ik had eerst zo'n staande, maar dat vergeet ik steeds. En als je het om kan klappen, vind ik dat gewoon super handig. Dus deze gaat een leuk plekje krijgen in huis. Je kan hem heel
ik had echt gedacht dat je hem ook kon ophangen, maar het is wel echt neerzetten. Dus dat wordt wel een leuk plekje en dat is gewoon super handig. Dat vergeet je gewoon minder vaak om dat om te zetten. Dan heb ik ook een Diary Journal gekocht. Mijn zusje had deze al gekocht en ik vond deze super leuk. Ja, hier zitten ook volgens mij quotes in. En ja, het is een heel leuk journal. Je had hem in het blauw, roze en in het zwart. En ik vond toch de zwarte het mooiste. Die vond ik al mooi toen mijn zusje die had. En er kwam ook een pen in. En je kunt hem dus gewoon dichtdoen met een touwtje. Dus volgens mij is het een soort stok wel echt een hele stevige. Dus wel super leuk om ook hier weer mee aan de gang te gaan. Dan heb ik een lampje gekocht. Ik hoop eigenlijk dat ik de goede heb gekocht, want ik wist het niet meer. Maar ik heb een lampje met een kleine fitting gekocht. Het lampje van mijn lampen die naast mijn kaptafel hangen, die was kapot. Dus ik dacht, ja, ik moet eigenlijk wel echt even een nieuw lampje hebben. Dus ik heb deze meegenomen in de hoop dat hij dus gaat passen. Even in de tas gaan. Ik heb ook een aantal make-up artikelen gekocht. Allereerst een concealer en foundation in één. Dit is een eentje die je moet gewoon in kan dippen. Dit is ook wel een soort vloeibaar. Ja, het is een combinatie van. Ja, dit is wel een wat stevige concealer, maar ik was hier wel heel erg benieuwd naar. Ik heb hem in de kleur 121 Rosé Beige. Ja? Ik heb eigenlijk ook niet zo op de kleuren gelet, moet ik zeggen. Dan heb ik ook een True Shape Contour Palette. Die zag ik ook nieuw. En deze heb ik in de kleur 619 Most Wanted. Ik vind het echt leuk dat er weer zoveel nieuwe producten zijn bij de Action. En op zich, volgens mij, kan ik deze kleuren prima hebben. Dan heb ik ook deze hele leuke gift set gekocht. Hier zitten lippenstiftjes in. En dit is dus een doosje met die je dicht kunt doen. Waar dus lippenstift in zit. Ook super leuk om cadeau te geven. Hier zitten 1, 2, 3, 4, 6 lippenstiftkleuren in. Super leuk. Dit is trouwens van het merk. Is dit van Mickey? Ik weet het eigenlijk niet. Het zijn nude lipkleuren overigens. Het is wel echt super leuk. Het zijn mini lippenstiftjes, dus die. Dan heb ik ook nog weer iets gekocht wat ik wilde testen voor mijn blog. Dat wilde ik al een tijdje hebben. En ik kon het elke keer niet vinden. Dit is tandpasta. Black tandpasta. Ik heb dit al wel eens getest met een black masker. Maar dit is dus een tandpasta die zwart is. En het schijnt heel goed te zijn. Dus het leek me leuk om dit gewoon eens te testen in een video. Van wat doet dit nou precies. Houtskool tandpasta. Ik heb het echt nog nooit gebruikt. Maar ik ben benieuwd wat dit gaat doen voor mijn tanden. Dan heb ik even een nieuwe gasaansteker gekocht. Want die van mij die was op. En die vind ik bij de Action het goedkoopst. Ik gebruik ze eigenlijk vooral om mijn fornuis mee aan te steken. Ik doe het nu met Lucifers. Maar Lucifers en ik gaan gewoon niet zo heel goed samen. Dus weer even een nieuwe gasaansteker. Dan heb ik ook longdrinkglazen gekocht. En mijn longdrinkglazen gaan de laatste tijd steeds kapot. Dus ik heb weer even 3 nieuwe met een hele leuke soort van kristallen onderkant. Hele leuke glazen vind ik dit ook. Even op tafel gaan zitten, omdat ik anders bang ben dat ze kapot gaan. Dan heb ik hier nog een stempelsetje. En hier zit een stempeldingetje bij. En hier zitten dus ja, hele leuke stempeltjes in. Want ik zag ook een kat met een hoedje op. Echt super leuk. Er zijn er 6, dus je hebt deze 3. En dan deze 3 is echt wel super leuke stempeltjes. Waar ik zelf heel erg. Dan heb ik deze konnen gekocht. En dit zijn eigenlijk beslagkonnen. Maar ik vind het gewoon heel erg handig om bijvoorbeeld aardappeltjes in te doen. Of mijn frietjes. Dus dit zijn 3 konnen. Je hebt er een van 1,5 liter, 2 liter en 3 liter. Ook handig om bijvoorbeeld oliebollenmix in te maken. Dus echt wel heel erg handig. En ik wilde eigenlijk in eerste instantie 1, maar ze hebben alleen maar per 3. Dus nu heb ik er gewoon 3. Komt altijd wel van pas. Dan heb ik nog even heel simpel scheermesjes gehaald. Want die van mij die waren bijna op. En ik vind deze wel fijn. Dan heb ik deze dispenser gekocht.
Wat ik net al zei, hier zitten dus ook al gewoon servetjes in. Maar ik vind het gewoon handig om op tafel te zetten. Als ik dan eens knoei of zo, dan kan ik het gewoon makkelijk wegwerken. En ik vind deze ook wel super leuk. En ik had er altijd eentje, maar die had ik niet meer. Dus nu heb ik eventjes een nieuwe gehaald. Dan heb ik ook een washi tapeje gekocht. En deze kwam mijn zusje tegen. Met de dagen erop, rondjes. En ja, dit zijn hele leuke dingetjes. Want deze gebruik ik ook altijd in mijn bullet journal. En ik vind washi tapejes altijd wel heel erg leuk om daar ook in te gebruiken. Dan heb ik even een nieuwe glasprotector alweer meegenomen. Want ik heb er wel weer net eentje op zitten, maar ze gaan best wel snel kapot. Dus dan heb ik weer eventjes een nieuwe voor als die van mij kapot gaat. Heb ik weer eventjes een backup. Dan heb ik nog een nagellakje gekocht. Een gel polish in een roze kleurtje. Dit is de kleur 409 Work It. Ik heb een rode en ik heb een base coat. En ik vind gel nagellak wel heel erg leuk. Ik heb ze nog niet geprobeerd, die van de Action. Dus ik weet niet hoe deze bevallen, maar deze werken in ieder geval zonder lamp. Dat weet ik wel. Even een nieuw washandje gekocht. Want die van mij die was vol met gaten. En ik dacht dat kan echt niet meer. Dus eventjes een nieuwe roze ter vervanging van de oude. En dan heb ik deze bak gekocht. En deze bak die is voor... oh, er zit nog wat in. Wat stom. Deze bak die is dus echt voor mijn theelichten. Want ik had geen goede bak voor theelichten. En ik vind het gewoon handig om deze theelichten in een bak te bewaren. Dus die heb ik ook eventjes gehaald. Dan had ik deze stickers met parfumflesjes. Die kwam mijn zusje ook tegen. Die zei, oh, dat is leuk voor jou. Aangezien ik natuurlijk heel erg van de make-up en de parfum en zo ben. Dus heb ik deze gehaald. Die vind ik ook echt super leuk. Hele leuke, fijne ja, flesjes. Dan ben ik toe aan de laatste. En dat is dit kastje. En dit kastje heb ik gehaald voor in de keuken. Ik wil hier mijn spullen opzetten die nu bovenop mijn keukenkast staan. Daar wilde ik vanaf. Dat je gaat op dit kastje neerzetten. Hij heeft ook wieltjes. Je kunt hem makkelijk verschuiven. Dus wel ideaal. Als je wat stofzuigen, kun je hem aan de kant halen. Dus dit is een heel erg leuk kastje die ik heb gekocht. Waar ik ook heel erg blij mee ben. Dan waren dit alle spullen die ik heb gekocht. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben heel blij met de aankoop. Ik ben ook blij dat ik de video heb opgenomen. Want dan kan ik de spullen gaan gebruiken. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal? Kun je gratis abonneren? Als je op het belletje drukt, krijg je ook een melding zodra er een nieuwe video online komt. Laat ook zeker even weten wat jullie het leukste item vinden wat ik heb gekocht. Want dat vind ik ook wel heel erg leuk om te weten. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En mocht je deze video leuk vonden, doe zeker even je duimpje omhoog. En dan zie ik je weer bij een volgende video. Doeg!